Een logistiek centrum in volle opbouw langs de A8 E429. We zijn in Oligny, tussen Halle en Doornik. In februari 2015 huizen deze metalen mastodont en het gebouw ernaast maar liefst 28.000 paletten. Met deze investering van 79 miljoen euro creëert Colruyt Group hier 400 jobs. Momenteel zijn we in Gillonghien bijna verzadigd. En daarom was het nodig dat we een deel gingen gaan uitbreiden. In eerste fase is het dus de bedoeling hier op Oligny vanuit het nieuwe magazijn een aantal artikelen naar de winkels te gaan sturen. Op de beurs legt Colruyt een gewicht in de schaal van 7,8 miljard euro en biedt het werk aan 25.000 personen, vooral in de detailhandel. Deze van origine Vlaamse groep heeft zich ook in Wallonië goed ingeworteld. Met zijn distributiecentrum van Gillonghien, dat 20 jaar geleden werd gebouwd, is het een van de grootste private werkgevers van de provincie Henegouwen. De site van 50.000 vierkante meter is een belangrijke schakel in de supply chain van de supermarktketen. Colruyt heeft 660 chauffeurs in dienst die jaarlijks 218.000 rondes uitvoeren. Elk magazijn wordt 3 tot 7 keer per dag bevoorraad. Onder het motto vandaag leveren wat gisteren verkocht werd, wordt alles in het werk gesteld om de efficiëntie van de logistieke operaties te optimaliseren. De retourvracht van de verschillende magazijnen die komt met onze vrachtwagens terug hier op de site. Wij gaan alle retourgoederen gaan lossen en van elkaar gaan scheiden. Het afval, het karton en het leeggoed. Leeggoed gaan we automatisch gaan sorteren, palletiseren en terug afvoeren naar de leveranciers. Hier gaan we dan opnieuw het volgoed gaan rondhalen, op kar gaan zetten en terug gaan laden voor de filialen. Alles wat leeggoed is van wijnflessen, gaan we zelf gaan spoelen en wassen en terug gaan bottelen. Hoewel de logistiek van Colruyt een toonbeeld van efficiëntie is, kampt het bedrijf met een alsmaar groter wordend probleem op het vlak van mobiliteit. Files kosten Colruyt Group maar liefst 6 miljoen euro per jaar. Niet alles is dus rozengeur en maneschijn, maar ook hiervoor heeft Colruyt een innovatieve oplossing uitgedokterd. Het bedrijf neemt namelijk deel aan een proefproject om stille leveringen in de dal- en nachturen uit te voeren.